Schreeuwend tekort om vrijwilligers bij voedselbanken. Het is donderdag 22 december. Dit is Zeeland Nu. 3 van de 5 voedselbanken in problemen. Automobilist rijdt water in en overlijdt. Kijk je in de keuken van chef van het jaar. Dag dames en heren. 3 van de 5 voedselbanken in Zeeland hebben een chronisch tekort aan vrijwilligers. Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren hebben genoeg personeel, maar Schouwen, Tolen en de Bevelanden komen handen tekort en kunnen het werk nauwelijks aan. En de verwachting is dat het aantal klanten alleen maar toeneemt. Dan had ik grote netten inpakken. Vrijdagochtend de voedselbank in Goes. 155 pakketten vinden vandaag hun weg naar Bevelanders die op of onder de armoedegrens leven. Herman Schot is sinds 2 jaar vrijwilliger en vandaag extra hard nodig, want er zijn zieken. Ja, we hebben altijd tekort. 50, 51. Op de woensdag wordt er ook een heel groot gedeelte ingepakt. En er zijn er nu ook weer iemand die weggaat omdat ze werk heeft. Dus op de woensdag hebben we ook tekort. Voor Schot is zijn werk als vrijwilliger vanzelfsprekend. Ik had tijd over en het is goed om te doen. Gewoon uit mijn levensovertuiging. Dus vandaar dat ik dit doe. Door zijn werk bij de voedselbank is hij er meer dan ooit van overtuigd dat het iedereen kan overkomen. Als je huis onder water staat en je moet verkopen en je baan verliest, je kan ziek worden, echtscheiding, noem maar op. Dan kan het zomaar gebeuren. Ik ga nog even wat appels halen vooruit. Dat vindt u niet erg, hè, dat ik even wegloop. Ja, en op de redactie is Anke Tanihatu. Ja, 155 voedselpakketten in Goes en omstreken. In heel Zeeland zo'n 1000. Dat is best veel, hè? Ja, vorig jaar is het aantal iets wat teruggelopen. Maar de voedselbanken verwachten dat dat aantal juist weer gaat stijgen nu. En dat komt omdat de norm per 1 januari 2017 wordt bijgesteld. Ja, en wat houdt dat dan precies in? Nou, dat betekent eigenlijk dat je gewoon iets meer mag overhouden, mag verdienen om van te leven, om in aanmerking te komen voor die voedselbank. Een voorbeeld, als je nu 180 euro voor een eenpersoonshuishouding hebt om van rond te komen, dan wordt dat 200. En voor een gezin met 2 kinderen, die gaan van 390 euro naar 440 euro per maand om van te leven. Nou, je kunt dus voorstellen dat mensen die nu net onder die grens zitten, dat die straks per 1 januari naar die voedselbank gaan. Nou ja, meer klanten betekent dus ook weer nog meer vrijwilligers die ze nodig hebben. Vrijwilligers voor de administratie, de inpak, de koffie, de schoonmaak. We krijgen ook steeds meer voedsel uit winkels waar we contact mee leggen. We hebben PR-mensen nodig, mensen die dus echt ook die supermarkten bezoeken en dus in overleg gaan van wat kunnen jullie voor ons betekenen. Ik bedoel, ze hebben stickers op hun voedsel van weggooien is zonde, maar uiteindelijk wordt er nog heel veel weggegooid. Dus daar zijn we ook altijd achteraan. Maar ook chauffeurs en showers. Want deze voedselbank is de enige die voedselpakketten aan huis aflevert bij hun klanten. En ook juist daarvoor heb je vrijwilligers nodig die dat willen doen. Maar we moeten ze natuurlijk tot Rilland, is bij onze regio. Dus dan gaan wij met eigen auto's gaan ze daar naartoe. En waarom doen jullie dat? Om de mensen tegemoet te komen. We hebben best vaak dat het schrijnende situaties zijn. Gezinnen die echt zo ver onder de armoedegrens leven, die of met schulden of wat voor reden dan ook, maar die geen auto kunnen veroorloven. Die ook dus geen buskaartjes kunnen veroorloven om vanuit Krabbedijk met de bus naar Goes te komen. Ja, hoe gaan ze dat probleem met die vrijwilligers nou oplossen? Nou, eigenlijk gewoon door met de mensen die ze hebben nog harder te werken. En je weet, het is kerstdruk, dan is het altijd wat extra in de voedselpakketten nu. Dus ze moeten gewoon harder werken en hopen op betere tijden. Ja, en mensen die gebruik maken van de voedselbank, die mogen niet ingezet worden als vrijwilliger, klopt dat? Nee, en dat zou natuurlijk best wel een logische oplossing zijn, maar daar hebben ze niet zulke goede ervaringen mee. Want ja, dat vinden ze belangenverstrengeling en misschien is dan voor een aantal mensen de verleiding te groot. Kijk, als je niks hebt, dan zou dat natuurlijk wel eens een hele grote verleiding kunnen zijn. En eerlijk gezegd, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Dankjewel, Anke.
Een automobilist die gisteravond het kanaal inreed bij Sas van Gent is overleden in het ziekenhuis. Het gaat om een 26-jarige man uit het Belgische Herentals. Gisteravond vloog zijn auto bij de Zandstraat tussen Sluiskeel en Sas van Gent door de vangrail en belandde in het water. Er werd groot alarm geslagen. In eerste instantie was niet duidelijk hoeveel mensen er in de auto zaten. Onder meer twee duikteams kwamen hulp verlenen. Die wisten de Belg uit zijn auto te krijgen. Hij werd naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Daar is hij een aantal uur later alsnog overleden. De gemeente Goes wil onderzoeken of ze het sport- en recreatiecentrum Omnium helemaal of gedeeltelijk kunnen afstoten. Het Omnium is nu nog van de gemeente. Straks kan het dus zijn dat het bijvoorbeeld deels in handen komt van een commerciële organisatie. En dat kan gevolgen hebben. Dat commerciële partijen de prijzen gaan verhogen. Want ze moeten ook winst maken op de exploitatie. En dat is in het geval van Omnium nu niet zo. En dan zou het bezoekersaantal wel eens kunnen gaan afnemen. En dat terwijl het Omnium nu juist weer betere cijfers laat zien. Was er in 2015 nog een verlies van 5 ton, nu is dat afgenomen naar 3 ton. Toch ziet de gemeente Goes vooral voordelen in het helemaal of gedeeltelijk afstoten. Dat je sneller in kan spelen op wat de markt van je vraagt. Er zouden financiële voordelen aan kunnen zitten, doordat de marktpartij het op een andere manier exploiteert. Maar goed, dat zijn dus de zaken die we de komende maanden uit gaan zoeken. Het onderzoek naar het afstoten wordt in januari gestart en moet voor september zijn afgerond. Krabbedijken krijgt toch een vreugdevuur met oud en nieuw, maar dan wel onder streng toezicht. Dat heeft de burgemeester afgesproken met inwoners van het dorp. De gemeente Rijmerswaal had voor de jaarwisseling strenge maatregelen afgekondigd om overlast en vernielingen te voorkomen. Maar uit Krabbedijken kwam er verzet tegen het schrappen van het vreugdevuur. Alle andere maatregelen, zoals het alcoholverbod en het verbod op rondrijden op motors zonder knalpot, blijven van kracht. De wielrenner uit Ierseke is vanmorgen in Rijswijk gepresenteerd bij zijn nieuwe ploeg Lotto NL Jumbo. De 22-jarige Tolhoek komt over van team Roompot en is voor het eerst actief op het hoogste niveau. Het wordt vooral een leerjaar. Ze willen mij gewoon de dingen leren, hoe het wielrennen in elkaar zit en wat je ervoor moet doen om een goede renner te worden. En daar ben ik blij om. De kans dat Tolhoek komend jaar al een grote ronde zal rijden is niet zo heel groot. Nou, hij gaat zeker niet naar de Giro, hij gaat zeker niet naar de Tour. Vooral zou kunnen, maar dat zou heel snel zijn. Dus als je me eerlijk vraagt naar mijn gevoel, dan denk ik dat de Vuelta nog een jaar te vroeg is. De eerste wedstrijd voor Tolhoek is eind januari. Hij doet dan mee aan de Ronde van Dubai. Het nieuwe jaar is nog niet eens begonnen, maar voor sommige mensen is 2017 nu al een topjaar. Voor chefkok Sidney Schutte bijvoorbeeld, afkomstig uit Middelburg. Hij werd door Gomio verkozen tot chef van het jaar 2017. In zijn keuken blikken we terug en een klein beetje vooruit. Het Waldorf Astoria in Amsterdam. Hier zit het restaurant Libreie Susje, dat in 2014 onder leiding van Sidney Schutte in één keer 2 Michelinsterren kreeg. 2 Michelinsterren, dat is niet alleen voor mij, dat is eigenlijk voor het hele team. Ik bedoel, ik kan misschien helemaal fantastisch koken, maar als ik geen goede mensen om me heen heb, dan houdt het eigenlijk gelijk op. En als je de chef van het jaar die titel krijgt, is dat wat meer persoonlijk, denk ik. Dat is meer door de stijl die je neerzet. Ja, gewoon eigenlijk de hele filosofie die je uitdraagt in het restaurant ook. Het is echt een mooie prijs en ik was ook heel blij mee. En ja, ik heb zoiets van, het staat toch wel weer, heb het toch wel weer geflikt, weet je wel. Dat is wel echt trots. Ik denk zelf dat je meer die rijpheid eigenlijk moet opzoeken van deze, ja. Denk ik zelf. Schutters liefde voor het koken ontwaakte bij eetcafé De Vriendschap in Middelburg. Ik heb me daar helemaal de pleurs gewerkt op een hele jonge leeftijd. Ik dacht van, dus heel veel uren gemaakt. In die tijd kon dat nog, zeg maar. Deed ik gewoon de afwas. En toen zag ik die jongens daar koken. Maar dat vond ik toen al helemaal fantastisch. Toen had ik zoiets van, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook koken. Dat kan ik ook. En toen had ik al zoiets van, dat kan ik denk ik nog beter ook. En toen was ik nog hartstikke jong. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Toen mocht ik ook uiteindelijk de keuken in. Toen ben ik daar heel kort gebleven en ben ik snel verder gegaan. Schutte werkt vervolgens in talloze restaurants in Nederland en België en komt uiteindelijk in 1999 in de Libreie in Zwolle terecht, dat dan al 2 sterren heeft. Onder Schutte krijgt het restaurant er een derde ster bij. Heb ik een week lang mijn kippenvel rondgelopen.
Dat durf ik rustig te zeggen. En die jongens, ik mocht het aan niemand vertellen, maar iedereen wist het al, omdat ik er helemaal van het padje was. En dat zijn natuurlijk hele bijzondere momenten. Maar ook het moment dat we hier 2 sterren kregen, wat ook wel, toch ook wel onverwachts was. Maar het mag natuurlijk niet alleen om sterren gaan, maar dat zijn wel hele bijzondere momenten. Want het heeft zo'n impact op je restaurant en op je personeel en eigenlijk op alles. En de feestjes die erachteraan komen, die zijn ook wel heel heftig. En dat moet je ook niet te vaak doen, want dat is echt tot laat in de nacht. Dat kan ik je wel vertellen. Voor komend jaar heeft Schutte eigenlijk maar 1 wens. Derde ster. Ja, wie weet. Schutte gaf ons trouwens ook nog een paar tips om uw kerstdiner soepel te laten verlopen. En zo'n chef van het jaar kan het weten. Op onze website staan ze, omroepzeeland.nl. Na een bewolkte ochtend begon het vanmiddag vanuit het westen voorzichtig op te klaren. Maar echt zonnig werd het nou ook weer niet. De temperatuur 8 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Overdag blijft het droog, maar 's avonds gaat het regenen en trekt de wind nog iets verder aan. In elk dorp en elke stad vind je er wel één. Een huis totaal versierd met kerstverlichting. En sommige mensen maken het binnen nog bonter. Die hebben zoveel kerstversierselen dat ze zelf nog amper in de huiskamer passen. Ja, en tot zover Zeeland Nu. Hierna een nieuwe aflevering van Collega's. Cartoonist Cor de Jonge ontmoet een collega uit Syrië, uit Aleppo. Dat komt nu. Ik wens u alvast een hele fijne avond.